Samen met Henny Vrienten koos hij het beste liedje uit. Hij is hier vanavond en treedt voor het allereerst op buiten de Sesamstraat zelf met het winnende liedje. Henny is er uiteraard ook. Pino, welkom. Ja, nou, dank je wel. Ja, wat ontzettend dapper dat je durft, dat je uit je straat durft te treden. Ja, want ik moet eigenlijk al in bed liggen. Ja, het is hartstikke laat, hè? Ja, het is heel laat. Hoeveel liedjes zijn er ingestuurd voor die wedstrijd? De 150. 150 liedjes. En Henny, wat was het niveau? Nou, er waren wat liedjes bij waar het heel veel moeite kostte om te ontdekken dat het een liedje was. Maar er waren ook minstens 10, 15 liedjes die echt goed in elkaar zaten. Ja, en de winnaar, Pino, de winnaar, jullie gaan het winnende liedje zingen. Meisje van 3, samen met haar moeder geschreven. Ja, dat kan, want ik ben ook 3, dat kan. Ja. Ja, en dat zijn Irene en Ilse Postma. Oké, okay, straks het liedje, maar wat voor bijzondere dag is het morgen? Morgen gaan we. Dan mag de winnares, die mag dan bij ons komen in de studio. Moet ik slapen? Zachtjes? Oké. Nou, en dan gaan we dat liedje gaan we doen. En in het echt, in Sesamstraat dan. En dan gaan we het vrijdag, komt het op televisie, 's ochtends en 's avonds. Ik wil vliegen als een vogel, maar ik ben veel te groot en het gaat niet. Nee, het lukt niet. Ik wil vliegen als een vogel, dus kijk ik maar omhoog, maar het gaat niet. Nee, het lukt niet. Ik fladder met mijn vleugels, de wind tilt me dan op. Nee, ik voel nog steeds de tegels. Ik sta nog op de stoep. Oh, ik wil zo graag naar boven, zo heel hoog in de lucht. En naar beneden kijken en zachtjes weer terug. Zo heel graag naar boven, dus kijk ik maar omhoog. Naar kleine regenwolken en soms een regenboog. Maar het gaat niet, nee het lukt niet. Want ik ben veel te groot. Oh oh, want ik ben veel te groot.